ga niet mee boodschap doen. Ik heb nog 4 aangiften liggen en ik moet nog een aantal elektronische betalingen doen. Ook goed, nou doe. En nou je tieten. Doe dan. Ik heb zojuist een moord zien plegen. Weet je wel hoe ze heet? Sonja Zwart, 21 jaar. Nou, een bankpasje, 100 piek. Lijkt me geen roofmoord. Waar is de koningin? Ik heb hem nog niet gezien. Nou, volgens mij kunnen we dit wel zonder hem af. Hè? 2 kogelwonden, doodgeschoten. We hebben geen wapen. Laat alles binnen een straal van 50 meter omkeren. Wie heeft hem gevonden? Een boer uit Assen, half uur geleden. Waar is die? In Assen. Hè? Hij heeft de moord op zijn computer thuis zien gebeuren. Seks op internet. Thuis log je in op je pc, je voert je creditcardnummer in en dan kun je via je toetsenbord de dame de gewenste standjes laten uitvoeren. Voor zo'n 10 gulden per minuut. Wat een wereld. Van wie is deze tent? Meester Beer. Klein begon op de wallen, heeft zich helemaal op het cybersexgebeuren gestort, heeft meer van dit soort zaken en daar zijn we mee bezig. Nee, als die man de moord op zijn computer heeft zien plegen, ja. Staat het dan ook op zijn harde schijf? Dat is heel goed mogelijk. Nou. Daar wil ik zo snel mogelijk die computer op kantoor hebben. Ja, dat is een Assen. Wie wilde nou naar Assen? Jij. We hebben misschien nog een getuige. Wie? De technische man hier, Ludo Petter, zegt dat hij is neergeslagen door degene die dat gedaan heeft. Oh, waar is hij? Voorzitter, maar hier maar even zitten. Meneer Petter, mijn naam is de kok, recherche. Dit is mijn collega Fedde. Ja, moet dit nu? Hij was nog buiten Westen toen wij hier kwamen. We nemen hem wel mee. Geen sprake van. Hij is onze getuige. Dit is mijn patiënt, jongeman. Snabbelt. Ik wilde nog even wat foto's laten maken in het ziekenhuis. Kom maar. Voorzitter. Vera, kijk eens of we iets over hem hebben. Ja. En waar kunnen we de familie van het slachtoffer bereiken? Heeft ze niet. Moeder overleden, vader onbekend. We zijn nog wel een afspraak vandaag met enere René Goes. René Goes? Is dat die misdaadverslaggever van het Parool? Hoe laat is die afspraak? Over een kwartier, in Café de Hoop. Let ik hem op. René Goes heeft de 3 collega's van bureau Leijmansgracht erbij gelapt. Keiharde klerenlijn volgens mij. René Goes. Nee.
U zoekt mij? De recherche. De kok met COCK, mijn collega Fredder. Hij wil even met u praten. Moord? Zo. De zaak wordt steeds interessanter. Zaak? Wat voor zaak? Sonja Zwart belde me gisteren en ze zei dat ze interessante informatie voor me had over de handel van haar ex-man, Mees de Bier. Mees de Bier is de ex van Sonja? Verder, wat zei ze? Dat leest u wel in de krant. Mevrouw Goes, we zijn bezig met een moordzaak. Tja, en ik met een reeks verhalen. Ik doe u een voorstel. Ik geef je wat ik heb aan informatie als ik dit onderzoek mag volgen. Exclusief. Vergeet dat maar, daar beginnen wij niet aan. Het is hele goede informatie. Vind jij leuk, hè? Wat? Politiepesten. Ons. Collega's van de Lijnbaansgracht. Oh, dat. Maar die drie rechercheurs zijn wel door de rechter veroordeeld. Ik heb twee voorwaarden. Ten eerste geen letter in de krant van wat u het bureau te zien krijgt. Ten tweede, als uw aanwezigheid het onderzoek frustreert, dan verbreek ik de samenwerking. Deal. Het schijnt dat Mees de Beer zijn sekslijnenbedrijf runt met drugsgeld. Maar hij heeft net een groot krediet van de ABN AMRO gekregen. Als hij drugsgeld heeft, waarom heeft hij dan een gewone bank nodig? Precies. Blijkbaar wil de Mees de Beer het illegale circuit uit. Wat heeft dat met de moord te maken? Geen idee. Maar vorige week heeft hij dat krediet plotseling geannuleerd. En u denkt dat Sonja wist waarom? Dat ze daarom is vermoord? Nee, Sonja zei, ik zal ze krijgen. Nee, ik zal ze allebei krijgen, dat zei ze. Allebei? Vera, ik wil alles weten over Mees de Bier en haal hem hierheen. Ja, die man uit de studio, die Ludo Petter, dat is een gokker. Ja, dan komt hij nogal vaak in de problemen. Ik zie geen geweldsdelicten. Dit is een eerste keer voor alles. Kom zeg, jij denkt dat ik mezelf zo op mijn ei kan slaan? Ja, misschien heb je met iemand in scène gezet. Laatste keer, Govie. Ik zie dat iemand in wil loggen. Ik check zijn creditcard en ik schakel door naar Sonja. Nou, terwijl zij de act doet, krijg ik trek in koffie. Ik loop de keuken in en wam! Denk nog eens goed na. Is u vandaag nog iets opgevallen? Een uur voordat het gebeurde kwam die advocaat langs. Welke advocaat? Ach, zo'n oude gladjakker. Is ook altijd op tv. Moscovici? Nee, die andere grapjas. Gronsma. Gronsma? Was die in de studio? Ja, ze zei dat ik even 10 minuten moest gaan wieberen. Nou, buiten hoor ik Sonja tegen hem schelden. Geen idee waarover. Toen ik weer binnenkwam, ging hij er meteen vandoor. Tja, meer weet ik niet. Wat was Sonja voor een meisje? Hoer, junk, bekende werk. En lui. Kijk. Tussen al die geilneven wandelt er ook wel eens een verdwaalde nicht onze site op. Nou ja, die help ik dan even aan een frisse neus. Maar ik maak er altijd echt werk van. Kijk, dan begin ik altijd even met... Ja, we vroegen naar Sonja. Oh ja. Nou ja, het is altijd al een wild wijf geweest. Alleen de laatste weken flipte ze helemaal. Oh. Mot met een vriend. Had ze op straat gegooid. Heb je een naam? Rijk van Laak. Drugsdealertje. Hing ook altijd bij de studio rond. Rick, die zou het wel eens gedaan kunnen hebben. Die gozer die vertelt maar de helft. Nou, misschien. Laat de wagens weer uitkijken naar Rijk van Laak. De kok. Meester Beer zit volgens de secretaresse de hele middag en avond in Rotterdam. Hij is morgenochtend pas weer op kantoor. Goed. Nou, dan gaan wij naar het kantoor van meester Gronsma. Dat hoeft niet, meneer Gronsma zit al daar. Hé, Giel. Ja, ik wilde net naar de stopera gaan. Toen ik hoorde dat mevrouw Zwart was vermoord. Dus ja, ik denk ik zou jullie maar wat tijd besparen.
Jij was eind van de middag bij haar? Ja. 4:15, ja. Ze wilde dat ik optrad als haar advocaat, ja. Kwam ze aan jou? Ja, ik heb in het verleden eens wat zaken behartigd voor haar toenmalige echtgenoot, meester Beer. Maar ja, met haar huidige vriend hield ze blijkbaar ook niet uit, hè? Rijk van Laak? Ja. Ze wilde dat ik een straatverbod regelde. Een straatverbod? Dat is toch niks voor de grote grondsma? Ja, dat heb je goed gezien, joh. Waarom ging u dan toch naar haar toe? Zoals ik al zei, ik kende haar van vroeger. En de eerste contacten met cliënten, dat doe ik vaak zelf. Dan weet ik tenminste binnen 3 minuten of ik er wel of niet aan zal beginnen. We hebben een getuige die zegt dat jij ruzie had met het slachtoffer. Ja. Ja, ze ging door het lint toen ik zei dat ik die zaak niet zou aannemen. Maar ja, jullie weten zelf hoe die junks zijn, toch? Toen ben ik weggegaan. Nee. Met een beetje mazzel haal ik die voorstelling nog. Ja, tenzij jullie nog vragen hebben. Oh ja. Toen ik buiten kwam, toen stond hij van Laak aan de overkant van de gracht. U heeft haar 1 keer gesproken en u weet meteen hoe haar vriend eruit ziet. Hij is wel scherp, hè. Maar ze heeft mij een foto van hem laten zien. Ja. Hij brulde dat hij eerst haar zou vermoorden, daarna mij. Wat deed je toen? Ik heb geroepen dat hij een nummertje moest trekken. Ja, dat maak je in ons werk toch dagelijks mee, niet? Goed. Dank ook. Hoe kennen jullie elkaar? Giel Gronsma maakte me vroeger vaak het leven zuur. En ik hem. Giel was al de tweede die Rijk van Laak noemde. Is het al gevonden? Nee, en dat zit me niet lekker. Waarom zeg je dat? Ik kom er net achter dat Rijk van Laak een tijd in voorarrest heeft gezeten. Waarvoor? Verdenking van moord op zijn vorige vriendin. Dan een opsporingsbevel naar de wagens. Wij gaan morgen onder de meester Beer. Vera, vang jij die journalist op? Ja, zou je dat nou wat doen? Wat bedoel je? Nou, die verslaggeefster hier op het bureau, die krijgt wel helemaal een hoop narigheid mee. Ik had al zo vermoeden dat je het leuk vond. Dit wordt lachen, man. Achter die 06 zitten allemaal gewone huismoedertjes. Ja? Ja, met de voet in een bakje soda tegen de likdoorns. Let maar op. Ik heb het vanochtend net pas gehoord. Weet u al wat? We zijn net met het onderzoek begonnen. Wat zei je? Ja, ik lig op de bank en ik heb een heel klein tangenslipje aan. Sneller! Ja, ik ben ook bloedje geil. Sonja was te veel drugs, te veel seks, te veel emotie, te veel alles. Ik heb alles gedaan. Ik moest zo nodig met mijn zaak door. De hele lab hier, dat worden allemaal internetcellen. De Amerikanen en de Arabieren die zijn er gek op. Let op mijn woorden, dat hele internet dat gaat de tv overnemen. Ik zelf heb jarenlang geen tv meer gekeken. Dan bent u straks geen gewone pooier meer, maar een echte cybersouteneur. Ja. En die telefoonboeren dan? Hè? En de mannen van de Belastingdienst, die verdienen allemaal kapitalen via mij. En wie is hier dan de grootste pooier? Ik werk er tenminste nog voor. En uw ex-vrouw, die u exploiteerde? Dat wilde ze zelf. Sonja die had minstens 300 gulden per dag nodig. Ik heb het nog van de Pillenbrug afgehaald. Ik heb er in een pandje van me gezet, voor een schijntje. In die studio liep ze tenminste ook geen aids op. Hoe is aan de drugs geraakt? Ze had nogal wat meegemaakt. Opgegroeid tussen de hoeren. Moeder veel te vroeg overleden, geen vader meer. En toch had ze iets speciaals. Ze had iets... klasse. Hoe oud was ze toen? Bijna 14. Maar ja, Sonja die zocht een vader. Maar ja, toen ik erachter kwam... Toen was ik aan met haar getrouwd. Waar was u gisteren om 4:15? Toen was ik bij een zakenrelatie in Rotterdam. En dat kunt u even bij mijn secretaresse navragen. Bedankt zover. 2 kogels uit 1 wapen. 9 millimeter. Vanaf 2 hooguit 3 meter. Die hoofdwond van die technische man. Wat denk je? Ik word niet betaald om te denken. Ja, dat weet ik. Ik trakteer op een borrel als je even meedenkt. Nou, technisch is het mogelijk dat hij het zelf heeft gedaan, maar aan de andere kant. Ik weet genoeg. Zet voor de zekerheid maar een wagen op, Ludo Petter. Oh, hoi.
Ze gaat eruit, de kok. Man, denk toch eens na. Die journaliste is door het hoofdbureau op de zwarte lijst gezet. Vanwege het verhaal over het bureau Leijmansgracht. Precies. Maar die drie collega's waren toch plat? Daar gaat het niet om. Alleen woordvoerder De Wilde mag nog informatie geven over interne affaires. Maar zij heeft informatie over de internetmoord en het is geen interne kwestie. Jij wilt het weer eens niet snappen, hè? Jawel. Maar in de moordzaak ga ik me niet druk maken of mijn bronnen wel in het pulletje vallen van het centrale comité op het HB. Over een uur is ze weg. Maar ik heb een afspraak. Ze gaat eruit, de kok. De ex-vriend van Sonja zit in de verhoor. Ik dacht dat je dat meteen wilde weten. Neem hem maar mee. Eruit, de kok. Je kon het niet hebben dat Sonja jou niet meer moest. Zat er maar één ding op. Op twee kogels. Het is niet erg origineel. Ik was er geen eens, man. Ik zat bij mijn bibio. Meneer was een kopje lindenbloesemthee aan het drinken. Kamillethee. Ik ben boeddhist. Ja. Rijk, je bent vlak voor de moord gezien bij de studio. Door wie dan? Giel Gronsma, de advocaat. Je hebt hem nog beloofd dat je Sonja zou vermoorden. Die neemt jullie in de zeik, man. En daarna riep je dat je Gronsma zelf een kopje kleiner zou maken. Ook verzonnen. Volgens mij moeten jullie Gronsma hebben, hoor. Ja, natuurlijk Gronsma. Goed voor 6 ton per jaar. Jaguar onder zijn reet. Die denkt op een doordeweekse dag. Kom, ik ga eens iemand doodschieten. 14 dagen geleden stierf Sonja's tante. Daar heeft ze nog een paar jaar bij gewoond. Nou, vlak voordat hij de kop op de kussen legde, heeft ze het Sonja verteld. Wat verteld? Ja, dat Sonja's moeder, dat was ook een termijn, zwanger was geraakt van een advocaat. Giel Gronsma. Ja. Ja, Gronsma is Sonja's vader. Dit zullen ze dure klantjes leuk vinden. Zelfs als het waar is wat je zegt, dat zou Gronsma dat nooit toegeven. Daarom wilde ze ook naar de rechtbank. Om een DNA-test te eisen. Mevrouw Goes, ik moet u verzoeken het bureau te verlaten. Pardon? Ik heb een deal met de kok. Ja, opdracht van de commissaris. De jongen is compleet gestoord. Ja, als het waar is wat hij zegt over Gronsma. Advocaten zijn ook mensen. Als dat zo is, heeft Giel inderdaad een motief om in te lijsten. Heren, de voorstelling kan beginnen. Ah. Meneer de kok? Nu niet, René. Ik zit met iets. Ja, dit is even belangrijk. Je moet weg, hè? Wat weet jij ervan? Ja, de kok zijn zoiets. Ik dacht dat wij een deal hadden. Als de commissaris eroverheen gaat, dan houdt het op. Sorry. Jammer. Je doet het nog steeds, hè? Wat? Je lullig gedragen als je iemand echt leuk vindt. Onzin. Is er geen geluid bij? Nee. Wat doet hij nou met die tas? Het lijkt wel of hij het zoekt. Ja, maar we hebben er niet veel aan. Ja. 4:15, het is 12. Kijk nou nog eens een keertje goed. Ja, nou wat? Het kunnen ze allemaal zijn. Lido, Rijk van Laak, Gronsma. Die jas, die heb je nooit eerder gezien op de televisie. Gronsma draagt zo'n jas. Op laten halen? Nee, doen we zelf. Ben ik niet. Kijk eens naar die jas. Ja, zo wat. Er lopen wel 1000 mannen in jas door de stad. Maar die hadden geen reden om Sonja te vermoorden. Waar was je gisteren om 4:15? Wat is de intentie van die vraag? Sonja Zwart beweerde dat jij haar vader bent. Nonsens. Er is een hele eenvoudige manier om erachter te komen. Oh ja? Ja. Wat het slachtoffer zelf ook wilde. Een DNA-test. Je collega's schijnen nogal te genieten van dit tafereeltje. Ja, wat willen jullie nou? Als je geen alibi geeft, neem ik aan dat je dat niet hebt. Maar als je de vader niet bent, heb je geen motief. Dus doe de test. Daar moet ik over nadenken. Dat kan. Op het bureau. Vervelend voor jou, maar hij is het.
We hebben nog geen bekentenis. Nee, natuurlijk niet. Grosma zit nu in zijn kop 2 meter wetboeken na te vlooien om te zien hoe hij zich hier uitlult. Misschien heeft Fledder gelijk. Stel dat hij echt de vader was. Het is voor Grosma een koud kunstje om aan een wapen te komen. Zeg, klopt dat dat je beneden Grosma hebt zitten? Even de hoofdcommissaris melden. Er is nog niks definitief. Gewoon, als nieuwtje. Oh ja, ik hoorde dat je die journalist had weggestuurd. Wat? Het wordt nog eens wat tussen ons, de kok. Dick. Sinds wanneer doen wij hier wat Buitendam zegt? Nou ja, ik dacht... Jij dacht ik kreeg last van mijn hormonen, ik stuurde maar weg. Sorry. Sorry? Zeg dat dan maar tegen René Goes. Altijd je afspraken nakomen, jongen. Grosma wil je spreken en hij wil de computerbeelden zien. Leg ik wel even met Keizer. Kan je die jas misschien wat duidelijker in beeld krijgen? Tuurlijk. Dat is mijn jas niet. Nee, deze jaszak is helemaal gaaf. En de zak in mijn jas die is gescheurd en gerepareerd. Jij sjouwt rond in een verstelde jas? Ja. Ja, die jas is mijn mascotte. Die droeg ik toen ik een grote zaak won. Nee, je kunt het checken. Hij hangt bij mij thuis. Is het gelukt? Ja. Ja, René Goes is onderweg hier naartoe. Ah, hoe staat het met de alibis van Rijk van Laken, meester Beer? Nog niet rond. Maar Ludo Petter is net gesignaleerd in een illegaal gokhol met nogal wat geld op zak. Oh, nou, ophalen maar. Oké. Okay. Ja, Dick. Hoe kom je aan zoveel geld? Ik heb een spaarvarken leeggehaald. Dus 3000 gulden. Dat was een heel groot varken. Jezus zeg, mag een mens tegenwoordig niet eens meer een gokkie wagen? Met hoeveel ben je begonnen? Jij mag ons eigenlijk wel dankbaar zijn dat we je daar hebben weggehaald. Je kan het geld straks goed gebruiken in de baaiers. Baaiers? Ja, dat is toch gezellig, allemaal jongens onder elkaar. Jullie kunnen me niks maken. De man die als enige op de plaats van de moord was, loopt plotseling met een hoop geld rond. Goed. Als jij niks wil zeggen, dan gaan we het uitzoeken. Gezien jouw voorwaardelijke straf, kunnen we daar ruim de tijd voor nemen. Wat wil je vanavond op brood? Kaas of kaas? Een maand voorwaardelijk zit er zomaar in. Ik moest Sonja in de gaten houden. Van wie? Waarom? Met wie ze contact had. Hoe vaak ze Grosma ontmoette, dat soort dingen. Dus het geld heb je niet van Grosma? Nou, kom op, van wie? U heeft het niet van mij. Mees. Mees was bezorgd over Sonja. Ach ja, meneer de kok. Echte liefde bestaat nog. Oké, dankjewel. Wat had Keizer doen allemaal? De jas van Grosma, die heeft inderdaad een herstelde zak. En zijn secretaresse en 2 confrères bevestigen dat mascotteverhaal. En meester Beer die wil dat krediet bij de ABN AMRO opeens wel hebben. Dat is vreemd. Laat Keizer vragen of Grosma nog blijft. Ik wil hem even spreken. Mijn investeerders die kwamen plotseling met nieuwe voorwaarden. Goh, dat is nou ook toevallig, hè? Net nu Sonja dood is. Ik zou wel eens willen weten wie die investeerders zijn. Ja, maar ik wil wel eens weten wie de moordenaar op mijn ex-vrouw is. Daar zijn we mee bezig. Maar we schieten niet op als getuigen zaken verzwijgen. En dat doet u volgens mij. Ik verzwijg helemaal niks. En jullie hebben mijn alibi en jullie hebben Grosma. U liet Sonja in de gaten houden, waarom? Oh. Jullie hebben met Ludo gepraat. Begrijpen jullie het dan niet? Ik voelde me verantwoordelijk voor Sonja, ondanks alles. Sonja was aan het doorslaan en... Ze was razend op iedereen en misschien ook wel terecht. Wat bedoelt u? Ze beweerde bij hoog en bij laag dat Grosma haar vader was. Oh, dat wisten jullie al. Ja, dat valt natuurlijk moeilijk te bewijzen. Die Grosma, die breek je niet zomaar. Dat klopt.
We hebben hem laten gaan, wegens gebrek aan bewijs. Dan zou ik me eens doorgraven als ik jullie was. Ja, dat doen jullie natuurlijk niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Wat maakt het allemaal uit? Weer een junkie minder, hoertje minder. Nou, hier, zijn we klaar? Ja, ik heb nog een hoop werk te doen. Dank u wel. Dag. 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 Nou, heeft die oude rotjas me toch weer gered. Wie probeert jou te pakken, Giel? Meester Beer? Toen ik nog zaken voor hem deed, ontmoette ik Sonja op een gegeven moment. Alsof ik de moeder zag, echt, die ogen. Dus zo lang wist je het al? Ja. Met een rotsmoes heb ik toen het contact met de Beer verbroken. Neem je kwalijk? Hij beschouwde mij als een huisadvocaat, een soort conciliaire. Sonja zei dat ze iets van hem wist. Wat? Ja, dat weet ik niet precies, maar dat was iets om Mees te verhinderen de bovenwereld in te gaan. Ah, ze zeiden wel dat ik u hier kon vinden. Ik ken u? Ja, van de rechtbank. René Goes Parool. Ja, ja. Ja, ik weet niet wat u allemaal heeft gehoord, maar ik hoop wel dat ik mag rekenen op uw discretie. Dat hangt van het verloop van het onderzoek af. Ik heb het gevoel dat u mij een beetje probeert te ontlopen. Ik ben aan het werk, René. Dit zat vanmorgen bij de post. Van Sonja. Volgens mij van een bankkluisje, geen idee welke. Hoi. Het alibi van Rijk van Laak klopt niet. Bij Oibibio is hij er om 3:30 uitgegooid omdat hij Lazarus en stoned was. Laat hem maar weer oppakken. En laat jij René eens zien hoe wij erachter komen welk kluisje bij dit sleuteltje hoort. Ga je mee? En wat gaan wij doen? Je mag het niet zeggen, maar misschien is het meisje beter af zo. Je kende Sonja? Ja, vroeger ging ze met die meester Beer toen hij nog in de porno zat. Nou, met die junk. Het Rijk van Laak? Ja, weet ik veel hoe die mafkees heet. Die junks die blaas je zo omver, maar die gozer is echt agressief. Af en toe is de klote buurt, joh. Hoe staat het met de alibi van Meester Beer? Zijn zakenrelatie is de hele dag weg. Wat denk je nou van Rijk van Laak? Ja, Sonja wilde van de maf omdat ze de vader had gevonden. Ja, dus schiet die Sonja dood en laat die Grons maar ervoor opdraaien. Hij is gestoord, maar zo gestoord. Jij vergeet dat hij dreigde dat hij Grons maar dood zou schieten. Fledder. Dat is mooi. Rijk van Laak zit op het bureau. Wat? Oh shit. Kom eraan. Wat is er? Trek eerst maar even je glas leeg. Weer een oude rotter het vak weg. We kregen een tip. Hoe? Via de centrale. Zelfmoord, lijkt me. Zullen zien. De kok, een goede man, kreeg gewoon vroeging. Zelfmoord, denk ik. Ja, ja. Ik wil zo snel mogelijk een rapport. Ik heb Gronsma niet koud gemaakt. Hoe weet jij dat hij dood is? En Sonja ook niet. Ik zweer het je. Ik heb een alibi. Ja? De alibi deugt niet, Rijk. Hij was bij de studio. Nee. Je bent gezien. Je had een motief, je had de gelegenheid. Nee. Je had de pest aan Gronsma, dus die moest ervoor opdraaien. Toen hij uit de studio kwam, toen riep je dat je hem zou vermoorden. Je hebt hem bedreigd. Nee, maar ik riep maar wat. Dus je was toch bij de studio? Nee. Toen Gronsma wegging, ben jij naar binnen gegaan en heb jij Sonja vermoord. Ik
Nee. Hoe lang duurt het voordat jij echt ziek wordt, Rijk? Cold turkey in een cel, dat is geen pretje. Nou, regel maar de cel voor hem. Ik was in Noord. Ah, meneer was in Noord. Sodemieter naar de Godman. Ik heb Gronsma gezien, ja. Maar ik ben om 4:15 ben ik naar Noord gegaan voor een deal. Ik zweer het je. En daar kom je nu mee? Ik ga er liever op voor dood dan voor een moord. Ja, toch? Geen twijfel mogelijk volgens de TR. Met dit wapen is Sonja ook vermoord. En er zitten alleen vingerafdrukken van Gronsma op? Ja. Ik begrijp het niet. Gronsma was geen type van zelfmoord. Was een vechter. En die moord op Sonja, dat geloof ik ook niet. Wat nu? Nee, ik zie geen uitslag van het kruidspooronderzoek. Laat dat nog even nagaan. Ik regel het voor je. Mag ik u even storen? Ik nam net je notities over meester Beer door. 23 bv'tjes, hè? Prima spitwerk. Die tip over Gronsma, die is via 112 bij onze centrale binnengekomen. Bedankt. Gronsma is dood? En ze zeggen dat het zelfmoord is? Het ziet ernaar, ja. Denkt u dat het vanwege mijn... Dat hij vanwege een of andere publicatie uit het leven is gestapt. Gronsma kon als geen ander met de media omgaan. Ik zal me er geen zorgen over maken. Hebben jullie die kluis nog gevonden? Ja. Er zat een videoband in. Let op. Bijna 14 was ze, hè? Kinderporno. Wat een schijnheil. Maar we hebben hem wel. Dat spijt me verschrikkelijk. Maar we hebben nog niks. Kok, faxje van de TR. Oh, maar nu begint het ergens op te lijken. Dick, we gaan even naar de alarmcentrale van 112 iets uitzoeken. Wat is er voor fax? Iemand schiet zichzelf dood, maar geen kruisporen op zijn handen. Nou, dat kan veel, maar dat kan niet. De zaak is rond, hoor ik. Nog niet helemaal. Nou, lijkt mij duidelijk. Gronsma heeft het gedaan en zit daarna uit schaamte van kant gemaakt. We hebben nieuwe aanwijzingen. Nou zit die journaliste er verdomme alweer. Zonder haar zaten wij waarschijnlijk nu nog vast. Mag ik? Ja. Meneer de Kok, alstublieft. Ik ben druk. Sonja zag in u een vaderfiguur, vertelde u ons. Is dat wat een vaderfiguur doet? Wat is dat? Dat is een video waar jij en een 14-jarige Sonja op staan. Oh, dat. Ah, was een andere tijd. Gebeurden zulke dingen. Jeugdzonde. Met verstrekkende gevolgen. Want Sonja chanteert u met deze band. Oh ja? Als de bank deze tape onder ogen had gekregen, kon u uw krediet wel vergeten. Vandaar dat u de aanvraag zelf stillegde totdat Sonja te weg was geruimd. Speculaties. Toen jij het contact met haar wilde verbreken, had zij niks meer te verliezen. Dus moest jij die band hebben en zij moest dood. Kom maar, ik ben erg benieuwd naar de rest. De moord moest in niemand anders schoenen worden geschoven. Dus toen Sonja meldde dat ze haar vader had gevonden, was dat toch een godsgeschenk. Nadat Ludo had gebeld dat Gronsma was geweest, bent u in zo'nzelfde jas naar de studio gegaan en schoot Sonja neer. U zwetst maar wat, hè? Maar Gronsma ging vrij uit. Dus bleef maar één mogelijkheid over. De beroemde advocaat die de schande niet aankon, moest zogenaamd zelfmoord plegen. Alles opgelost. Nou, gefeliciteerd. Geen bewijs, maar toch petje af, jongens. Verdorie, net of dat ik in een aflevering van Dirk Alten zit. Hé, Harry.
Dat is Dirk. Maar je zei al dat je geen tv keek. Nee. Nou, kom op. Bewijs. Mag ik je portable telefoon even? Waarom? Een van de voordelen van die apparaatjes is dat ze de laatste 10 nummers die gekozen zijn automatisch bewaren. Ik ben reuze benieuwd of een van die nummers misschien 112 is. Oh, u probeert die nummers weg te drukken. Zal u niet veel helpen. Ach, natuurlijk. U heeft dat laatste tv-spotje over 112 natuurlijk ook gemist. TV-spotje. Ja, het nummer van iemand die 112 belt verschijnt tegenwoordig meteen op een scherm in de centrale. Dat anonieme telefoontje over Gronsma is met die zaktelefoon gepleegd. Klopt niet. Uw stem staat zelfs op de band. Godver. Ik wil nu eindelijk een echte zaak beginnen, schatje. En dan kan ik niet de eerste, de beste junk voortdurend in mijn omgeving hebben. Ik kan zorgen dat je naar de klote gaat, jongen. Mijn vader is advocaat. Dat je nou echt dat Giel Gronsma maar jou als dochter zou accepteren. Ik ben bezig met een DNA-test. Ja, hoef je alleen mij nog maar te pakken. De Lolita-reeks. Weet je het dan nog wel? Ik was net 14. Die banden die zijn vernietigd. Oh ja? Kijk er even naar. En ze heb ik er nog één. Want ik ben niet achterlijk. Nee. Ben jij van plan? Die keurige bank van jou zal hier niet op zitten wachten. Zo, wat wil jij? Hetzelfde als jij. De goot uit. Boom! Oké. 20.000. Ja. Nog één zo'n bot. En die band ligt vanavond nog bij de bank. Gierige klootzak. 5 ton. Pardon? 500.000. Nee. Nee, heb ik niet. Oké. Rustig. Geef me even een paar dagen om wat te regelen. Een 5 met 5 nullen, meester Beren. Dan laat ik even verder lullen met die bank van je. Oké. Rustig maar, hè? Rustig maar. Komt allemaal goed. Schaat, ik heb hier een klant voor. ...21 en dan zo'n einde.
Scheef en duur trouwens. Wat? Die seks met zo'n computer. Tientje per minuut. Oh, dat ja. Dat is een gouden business. Meester Beer was hard op weg miljonair te worden met die internetcellen. Ja, voorlopig vet alleen maar een cel aan in de Bijmelbaaiers. Zo jongens, ik... Afspraakje? Zit een zekere ironie in. Wat ironie? Meester Beer heeft het imperium opgebouwd met 06-lijnen. En doet zichzelf de das om met één telefoontje.